Deze voel ik, kan weer niet slapen. Het is vorig jaar, dus waarschijnlijk ben ik kapot als ik in Krabi ben. Het kost me alles moeite, maar ja, ik weet wel inmiddels uit ervaring dat ik dan na een paar dagen wel weer buiten ontspan. Ik heb wel zin om naar Krabi te gaan. Ik weet nog niet wat ik in Krabi ga doen. Ik weet überhaupt niet wat ik ga doen deze vakantie, dat is mooi. Ik denk dat ik een beetje richting Aonang ga. Bekend, vertrouwd. Mooi uitzicht, lekker op het strand chillen. Een chique broek. Goeie broek. Zo, daar gaan we weer. Nu heb ik het andere vlieg gehad. Zo, dan gaan we er even klaar doen. Ik ben toch wel een beetje gaar wachten. Hoe dat komt, gaan we een beetje inhouden voor de rest. Zo, weer een update. De updates blijven elkaar opvolgen nu, maar ik denk dat het hierna wel even wel rustiger gaat worden. Weer een uurtje of 7, 8 aan reizen door zitten. Nu ben ik er wel eventjes klaar mee. Ik ben nu echt al 2 dagen alleen maar onderweg. Wel gechilled op Koh San. Verschrikkelijk dronken geworden dan. Leuk. Maar nu ben ik ook wel gewoon even toe aan vakantie. Dus ik mag nou gewoon lekker gaan beginnen. Ik zit nu in Aonang. Aonang zit ligt in Krabi. Dus een klein plaatsje eigenlijk, maar met een hele mooie boulevard aan de zee. Dat is wel vaker met een boulevard, leuk. Ja, een leuk plekje vind ik het. Joe vond het vorig jaar volgens mij niet zo boeiend als het nog niet goed is. JP ook niet. Ik vind het altijd wel een leuk stukje. En niet weer bij hetzelfde restaurant eten, dat was gewoon niet goed. Moeilijk honger. Ik leef al de hele dag op één partij. Dus dat is ook niet echt heel goed. Ik heb maar ook één colaatje gedronken door al het reizen. Omdat ik steeds van A naar B was. Dus als de sigaret op is en de update erop zit, ga ik gelijk aan de bak. Oh kijk, ik heb wel water. Dat is goed. Nou, dus hier wil ik eigenlijk een paar dagen gaan blijven, denk ik. Niet in dit resort, want het is eigenlijk weer hartstikke duur. Ik zit hier 1200 baht. Wel een mooie kamer. Airco, alles netjes. Nou, ik zal het even laten zien. Oké, okay. Dit is een netjes kluis. Badkamertje. En wat ik wel heel leuk vind aan deze kamer. Behalve dat het echt wel heel hard regent, is een balkonnetje. Dit is nou een tijdje leven. De keer dat ik hier was, zaten we op Relay. Ik kan wel wijzen, maar dat begrijpen jullie toch niet. Het ligt ergens daar. Een kwartiertje varen en dan kom je uit op een strandje wat onbereikbaar is voor auto's en dat soort dingen. Alleen per boot is bereikbaar. Maar het moet vanaf de pier hier in Aonang. Ik heb nooit het nachtleven hier opgezocht eigenlijk. Eigenlijk vind ik het wel redelijk tof. Ik heb 2 live bandjes gezien. De eerste was al wel leuk. Niks op aan te merken eigenlijk. Ze maakten wel foutjes, maar ja, dat maakt niet uit.
En de tweede band daarentegen, die wisten wel echt een feestje te maken. Dat was echt leuk. Goede gitarist, goede bassist vooral. Tering, dat is de Flea van Thailand eigenlijk. Het slaat nergens op. En nog even met die gasten staan aan hoeren. Het komt er eigenlijk op neer dat ik morgen met ze op het podium moet. Moet. Ze hebben me gevraagd om even mee te spelen. Ik moet morgen een liedje Nirvana gaan spelen. Cool. Voor de rest, ik zit in een redelijk chille kamer. Behalve het feit dat ik wel last heb van termieten. Ja, ik laat me niet kennen. Ik ben geen termietje. 5 gaan worden. Hier achter me kun je de allemaal mooi zien liggen. Het is nu 8:15. Niet echt mijn tijdje van de dag, maar tenminste, ik moet altijd een beetje wennen eraan. Tot ze terugkomen, waarschijnlijk leven hier. Prachtige dag. Ik ben net aan het gevallen. Ik zou even omdraaien. Nou, dit is de Zuilaan. Hier buigt de bocht om. Ik kom met de boulevard en dan buigt hij nog een keer om. Het is eigenlijk een beetje een U-vorm. And that's it, basically. That's it. Vooral de boulevard is mooi. Ligt daar als het goed is. Daar ik zie hem al liggen. Daar verderop zitten een paar bergen, rotsformaties. Prachtig. Een helder weer zoals dit, vanmiddag. Het zal echt een prachtig uitzicht met zonsondergang. Hiervoor ben ik hier naartoe gekomen.
niet dat ik mag klagen. Ik zag net ook nog eens lekkage. Gewoon een random shit. Je hebt het plafond van. Ik heb nog geen kakkerlakken gezien op Duizendpoten. Het is wel echt een onwijze luchtkamer. Het is ook zo'n kamer waar binnen veel, veel warmer is dan buiten. Golfplaten dak. Met gipsplaten eronder. Ik begon een beetje aan mezelf te twijfelen dat ik niet veel te veel shit bij me had en of het niet overbodig was. Maar nee, eigenlijk niet. Nu komt het dus wel gewoon erg makkelijk uit. Ik moest net zelf mijn deur repareren, want die lag eruit. Hij was er niet aan toegekomen, zei hij. Maar je koffie smaakt wel goed. Nou ja, goed, zit erin. Zweet hier niet helemaal. Vanavond zal het waarschijnlijk wel iets relaxer zijn. Oh, wat zie je wel. Zo'n pils. Voor bij mij is het prima hoor. Ik vind het eigenlijk wel weer grappig. Dit is wel met van Thailand aan. Is het lekker tussen de palmbomen? Dat wel. Met straatje uit. Ja, dat is ook een andere filmpje eigenlijk. Vanavond ga ik een leuke avond hebben. Ga ik met een Thaise band meespelen. Coverband. Gisteren speelden ze echt fantastisch. Bassist is goed, jongen. Slap als een malle. Die hebben later naar ze toe gegaan en met ze gepraat. Ik vind hem echt de Flea van Thailand. Zo noem ik hem ook, Flea. Hij heeft even een beetje zijn stijl en die gitarist. Ook fantastisch. Het is jammer dat er 9500 kilometer tussen zit, want zou ik weken zullen jammen met die gasten. Geweldig. Ja! You have to be fucking crazy. All right. Okay. Are you ready? Oh,
Kalanta. Zag er allemaal een beetje smerig uit in het begin. Ook wat vuilnis en dat soort dingen. Dus ik had gelijk al een beetje een idee van waar ben ik beland. 7 jaar geleden toen ik hier was. Even nadenken. Ja, was het eigenlijk gewoon één grote weg. Was er veel minder van die kleine stalletjes die ik nu heb gezien. Maar ik zie eigenlijk vind het allemaal wel mooi. Het is een stuk lokaler eigenlijk, ook al een christen eiland. Het is veel meer echt wat eenzame backpackers en lokale Thai. In plaats van zoals op Kapipi, alleen maar zopen Engels en dat soort shit. Dus dat vind ik op zich wel fijn om even een paar dagen in te zitten. Kijken hoe goed het dat trekt. Ik denk dat het vrij goed. Ik kan even lekker weer tot rust komen, goed vakantie houden. Hier kom je echt lekker tot rust, dat weet ik zeker. Bungalow is eigenlijk niet meer dan een betonnen cel, lijkt het wel. Iets met een kleurtje. Dat is wel leuk geweest misschien, maar ik stoor me niet aan. Het is wel lekker ruimtelijk. Dat betekent zoveel ruimte als in de vorige appartement. Er stonden 2 1-persoons bedden die allebei flink doorlegen waren. Waarvan ik eentje gebruikt als bureau, tafel, mijn backpack op neer te leggen en alles, had ik echt geen ruimte voor de rest. Maar ik heb nu lekker echo. Lekker de ruimte. Badkamer is chill. Het is wel een beetje sportschoolachtig. Die ga ik straks wel afdichten, anders krijg ik allemaal muggen binnen. Er zitten hier geen deuren voor de rest. Buiten ziet er ook wel heel mooi uit eigenlijk. De palmen. Ja, achter dat gebouw ligt het zwembad. Volgens mij ligt daar achter de oceaan alweer. Dus ik ben er eigenlijk een beetje op de bom voor gegaan. Hoewel ze me in het kreeg van een title, dan heb je al een appartement. Die kan daar en daar redelijk goedkoop zitten. Ja, oké, doe maar. Het lijkt dat het aan het beste snorkelstrand is van totaal. Nice. Dus ik kijk gewoon lekker vanuit mijn appartementje. Mijn vinden pakken en het water in gaan. Aight. Nee, jongen, ik ga met jong thuis jou op boek. Heel mooi ding, hè? Do you have a map of Koh Lanta? Oké, thank you. Gaan we weer.
is ook een stuk zwaarder. Gisteren had ik een scooter, ook vrij veel cc, ik denk geen 125. Ik denk iets van 110 of zo, dat zie ik hier ook nog wel voorbij komen. Misschien 70, maar ik had echt het gevoel dat het frame het ook niet volhield. Alles trilde bij elkaar, kilometer tellen deed het niet, achterrem piepte. Doet het wel, maar ik vind het gewoon geen fijn gevoel als je allemaal dat soort dingen piepen en kraken. Je moet het gewoon doen, weet je wel. En deze, wow. Het geluid ook dat erin zit, zo freaking laag. Lekker hoor. Klinkt gewoon echt als een motor. Oké, hop, hop. Wat een heerlijk stuk om te rijden. Geweldig. Mooie bochies. Asfalt is best redelijk, ondanks dat het een beetje aan het verweer is. En die had ik niet moeten nemen. Oh, wat een heerlijke omgeving. Dat. Zo fantastisch. Ik ben echt heerlijk aan het genieten op Koh Lanta. Onwijs toffe scooter. 125cc. Een van een turbo ding. Normaal gesproken gaan de tellen zie je tot 120. Deze gaat op 160. Ik ben op zoek naar het meest zuidelijke puntje van het eiland. Naar de vuurtoren. Nou, zoals je daar achter me kan zien, dat is Bamboo Bay, het strand. Dat is al redelijk off-grid, zeg maar. Niet super veel toeristen. Het schijnt wel een aardig rit te zijn, maar aan de andere kant, daar komt dus echt geen hond. Het schijnt het helemaal nog intact te zijn. Het is al een barre tocht. Leuk om te doen. Haarspelbochten, hellingen van 20%. Kuilen in de weg, goed opletten. Ik rij ook heel voorzichtig, 30, 40. Man, wat een uitzicht, hè. Ik wil hier wonen. Fantastisch.
hou van hier laat naar je nest gaan, is dat je toch gewoon tijd weer wakker wordt. 8 uur 's ochtends of zo. Ik zit nu op Koos en Wee. De kamer lijkt mooi. Is het ook wel op zich. Het is een leuke kamer. Alleen zou het wel fijn zijn als alles het gewoon doet. Chowing, Legend Bar, nice. Blijft een relaxed proefje dit. Een beetje een normale bierprijzen. Ik word moe, ik weet niet waarom. De hele dag al. Ik ga vanavond tijd naar mijn nest.